Een enkele diesellocomotief die meer vermogen produceert als de grootste stoomlok ooit gedaan heeft, moet aan het begin van de 21e eeuw nog gebouwd worden. De stoomlocomotief delft in het onderspit door een slechter rendement en het vele onderhoud. Met de stoomtractie verdween ook de bijbehorende infrastructuur, zoals draaischijven, ringloodsen, waterkranen, bekoningsinstallaties en slakkenputten. Het is meer toeval als er nog wat van over is. Zoals hier, in dit overwoekende spookdepot in Berlijn. Hoe anders was het in de jaren 30? Een gestroomlijnde 05003 in de originele staat van 1937 symboliseert nu het hoogtepunt van de stoomtractie. Stoomlocomotieven met tender liepen het best vooruit en werden daarom op draaischijven in de gewenste richting gedraaid. De draaischijf bepaalde de lengte die de locomotieven konden hebben. Dat werd een probleem als er grotere locomotieven moesten komen die bij diverse depots een ombouw van de draaischijf noodzakelijk maakten. Als het even kon, werden tenderlocomotieven ook gedraaid. Want de bedieningsorganen waren nu eenmaal voor vooruitrijden aangebracht. Lokloodsen waren vaak als een ringloods rond de draaischijf gebouwd. Dat bespaarde een hoop wissels, terwijl toch iedere lok tevoorschijn kon worden gehaald, zonder dat een andere lok in de weg stond. Ook nu nog kunnen ringloodsen en draaischijven van nut zijn, zoals hier blijkt. Maar o wee als de draaischijf kapot was. Dan was het hele depot verlamd. Stoomlocomotieven slurpen water per kubieke meter. Overal waar dat van pas kwam stonden waterkranen die in enkele minuten de tenders met duizenden liters water vulden. Grote depots hadden hun eigen watervoorziening, los van de publieke waterleiding. Een aantal spoorwegen in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten hadden watertroggen tussen de rails, zodat tenders zelfs onder het rijden bijgevuld werden. De kwaliteit van het water is van groot belang voor de levensduur van de ketel. Door chemicaliën toe te voegen wordt de vorming van ketelsteen tegengegaan. Het stoomafblazen dient om verontreinigingen die zich onderin de ketel verzamelen te verwijderen. In een klein depot kan het kolenladen heel simpel met de lopende band gebeuren. Dat is geen doen als er 10 ton moet worden geladen,
terwijl andere locomotieven staan te wachten. Hier in Meiningen hebben ze nog een kolenkraan. Met een kolentoren konden zelfs meerdere locomotieven tegelijk kolen laden. De hoeveelheid werd gewogen en in een boekhouding bijgehouden. Veel spoorwegen stelden het locomotiefpersoneel een kolenpremie in het vooruitzicht om de zuinigheid te bevorderen. Het locomotiefpersoneel is al lang aan het werk voordat de trein vertrekt. Maar dat lot delen ze met z'n tweeën. Terwijl de stoker het nachtvuur opstookt, controleert de machinist zijn machine. Met een tik van de hamer spoort hij eventuele gebreken op. Aan de klank hoort hij of er delen loszitten of kleine haarscheurtjes bevatten die met het oog niet te zien zijn. De tuimelhefbomen van het viercilindermechaniek krijgen een scheut olie. Goed smeren voorkomt problemen onderweg. Een scheut olie voor de compressor. Met behulp van de slinger wordt de olie nog eens extra naar alle smeerpunten geperst voordat de compressor opgestart wordt. Alles is gecontroleerd als de lok zich naar de trein begeeft. Tijdens het aankoppelen drukt de lok haar buffers goed tegen de trein, zodat de leerling de koppeling strak kan draaien. Dit is een typisch Europees beeld, want elders wordt veel met automatische koppelingen gewerkt. Het koppelen van de remslang en de verwarmingsslang daarentegen gebeurt overal. Kijk maar, blijven die buffers nou? Ja. Dit is het teken voor de remproef. Er wordt geen meter gereden voordat het remsysteem is getest. Slaan alle remblokken goed aan? Komen ze weer los? Herstelt de druk in de luchtleiding zich weer? Na het overhandigen van de rembrief kan dan toch eindelijk het vertreksein klinken. Yeah.
Niets is mooier dan een rit die gladjes verloopt, met een lekker opgewarmde machine. Aan het zachter worden van het geluid herkent men dat de machinist het ganghendel ophaalt en de vulling vermindert. De trein is op snelheid en de lok hoeft niet meer zo hard te werken als bij het vertrek. Aankomst in een station. Op het juiste punt tot stilstand komen is een kunst op zich. Iedere trein reageert weer anders. Maar het loopt niet altijd lekker. Bijvoorbeeld als er met een lichtvoetige lok moet worden aangezet. Of met een zware trein op een helling. Meer dan 1000 ton hangt hier aan de haak. Een slippende lok moet snel gecorrigeerd worden. Met een lekkend cilinderdeksel wordt het helemaal een gevecht.
Deze schijnaankomst voor fotografen loopt heel anders af dan gepland. Waar kolen gestookt worden, blijft as over. Hoe slechter de kolen, hoe meer as en slakken. Slakken ontstaan uit ontbrandbare bestanddelen in de kolen die op het rooster gaan samenklonteren. Slakken verstikken het vuur, waardoor de stoomproductie ziender ogen daalt. Bij kleine locomotieven wordt het vuur na afloop van de dienst uit de vuurkist geschept. Grote locomotieven legen hun asbak en restvuur boven de slakkenput. Een valrooster verlicht enigszins de vervelende klus van het vuur schoonmaken. Nog een vervelende klus. Het leegscheppen van de rookkast waarin zich vliegas verzamelt. In jargon ook wel stibbe genoemd. Er zijn ook locomotieven met zelfreinigende rookkast. Hetgeen niets anders betekent dan dat dit goedje door de schoorsteen ontsnapt. Oliegestookte loks zijn ook zelfreinigers. Want op gezette tijden worden de buizen onder zwaar rijden gezandstraald. En verdwijnt de aangekoekte rommel met zand en al door de schoorsteen. Stoomloks kunnen van alles en nog wat stoken. Steenkool, bruinkool, olie, dieselolie, hout, kooks, antraciet of bagasse. Het restproduct van een suikerrietplantage. De vervuiling die de stoomlocomotief produceert is vooral een probleem van de gebruikte brandstoffen. Die waren vaak niet al te best en vooral goedkoop. Een station vol walmende bruinkolenloks werkt beslist verstikkend. Maar theoretisch zou een stoomlocomotief bijvoorbeeld ook LPG kunnen stoken. Een restproduct dat bij de meeste raffinaderijen in de wereld gewoon wordt afgefakkeld. Met andere woorden,
Stoomlocomotieven kunnen net zo schoon of vuil zijn als de nieuwste diesellok. De rookgasdeur wordt weer stevig vergrendeld om te zorgen dat de schoorsteen weer goed gaat trekken. Vanwege het vacuüm. Weet u nog?